Bijkans 1100 pupillen van de lagere school hebben vanmorgen meegedaan aan de Pikin Poku Kon Makandra in de Anthony Nesty Sporthal. Pikin Poku Kon Makandra is een muziekevenement dat jaarlijks door de Stichting Onderwijs der EWGS wordt georganiseerd. Het festival wordt dit jaar voor de 10e keer georganiseerd. Scholen van het EBGS-onderwijs en enkele gastscholen hebben meegedaan aan het festival. Mildred Damon, directeur van de Stichting Onderwijs der EBGS, is trots op de pupillen en de leerkrachten voor de getoonde inzet tijdens het festival. Het idee voor deze Pikin Poku Kon Makandra is 10 jaar terug ontstaan, zegt Damon. Toen een groep leerkrachten getraind is geworden door mevrouw Mavis Noordwijk en mevrouw Perotti. En toen zijn ze dus begonnen met het verzorgen van het vak zangonderwijs binnen de scholen. En ze hadden dan een kleine presentatie aan het eind van het schooljaar. En toen ze een presentatie voor mij hielden, zei ik van, we gaan het gezamenlijk doen en we gaan in NIS zitten en we gaan het dak van NIS eraf gooien. De EBGS-directeur zegt verder dat in de 10 jaren dat het festival wordt gehouden, geen calamiteiten zijn voorgevallen. Met zoveel kinderen heb ik geen ogen genoeg en wij letten echt goed op onze kinderen, benadrukt zij. Volgens Damon worden er van tevoren afspraken gemaakt met de schoolleiders. Dit wordt een heel jaar eigenlijk voorbereid. En er worden afspraken gemaakt met de scholen, wat we van ze verwachten, waar ze mogen zitten in de zaal, hoeveel begeleiders ze mee moeten nemen om ook te waken over de kinderen. U zit bij de ingang. Ziet u ook mensen zitten die waken dat de kinderen niet het gebouw uitlopen? En ja. Nee, ik ben de Heer dankbaar dat we altijd hebben kunnen genieten en dat het positief is geweest. Mildred Damon, directeur van de Stichting Onderwijs der EBGS. Ze sprak vanmorgen bij de opening van de 10e editie van de Pikin Poku Kon Makandra, die in de Anthony Nesty Sporthal is gehouden. Het festival is door de Stichting Onderwijs der EBGS georganiseerd.